In het recente verkiezingsdebat op SBS 6, gemodereerd door Wilfred Gené, veroorzaakte PVV-leider Geert Wilders ophef met een opmerking over het gewicht van GroenLinks PvdA partijleider Frans Timmermans. Wilders zei, U kunt eisen tot u in ons weegt, en dat zal in uw geval wel even duren. Timmermans reageerde later in het televisieprogramma op 1, waar hij de opmerking als misplaatst bestempelde en Wilders beschuldigde van het maken van pesten tot een businessmodel. De opmerking van Wilders leidde tot gelach en applaus in de studio, maar kreeg kritiek van Stichting Overgewicht, het Voedingscentrum en een hoogleraar van het Erasmus Mac. Ze noemde de opmerking onacceptabel en benadrukte dat het bijdraagt aan het stigmatiseren van overgewicht. Tijdens de nabeschouwing van het debat in Vandaag in werd er op een lacherige manier over gesproken. Frans Timmermans, die zelf zegt zijn hele leven te worstelen met overgewicht, reageerde met de woorden Mensen die overgewicht hebben weten dat je altijd ontspannen en met een lach moet reageren. Dat is de enige manier hoe je op pestkoppen kunt reageren, want anders geef je ze hun zin. De kritiek van Timmermans op Wilders gaat verder dan alleen deze recente opmerking. Hij herinnert aan eerdere incidenten, zoals de term kopvolle taks, en benadrukt het belang van politici die het goede voorbeeld geven. Timmermans pleit ervoor dat politici, net als voetballers, altijd het juiste voorbeeld moeten geven.